Kijk, Olympische titel, vijf wereldtitels, vier Europese titels, waarvan de laatste op zondag 1 november was de kampioenswedstrijd. 11 Nederlandse titels. Het is voor haar die gering. Dat is een belangrijke dame van 22 jaar. Ja, wel bewaar ik even in de eerbiedig stilzwijgen. Klanken, als dat voor jou gespeeld wordt, dus speciaal voor jou op zo'n groot toernooi, ja, dan wil dan nog wel eens een beetje emotie op hebben. Ja. Traanplein. Ja, ja. Ja, ik was een jaar of 5 en ik werd een beetje bonkouter en dat soort dingen, maar op een gegeven moment, ja, dan zag ik iedereen rondjes fietsen en dan kwam eigenlijk ook wel fietsen. Maar ja, ook eentje een klein fietsje, dus ik weet nog steeds niet hoe ze dat hebben gedaan, maar dat moet dan aan mijn ouders vragen. Ik heb alle kleine fietsjes wat ze konden krijgen. En daar hebben ze mij opgezet en ik was meteen verkocht. En toen was ik nog maar 6. Nog geen 6, bijna 6. Dus ik kon eigenlijk net lopen en toen had ik mijn eerste fietsje al. Ja, een van mijn voorbeelden die staat daar op die foto en die staat daar links van mij. Dus die staat daar op een plekje achter mij eigenlijk. Dus dat is wel speciaal als je je voorbeeld gaat kloppen. Dat is Hanka. Dat heb ik ook vandaag. Want daar heb ik wel tegenop gekeken. Ja. Dat is zeker een kanje. Die werd in 2000 dus een Mierpschestel wereldkampioen. In bijna alle disciplines op de weg. En de baan. En dan denk ik toch, Marianne, is het dan niks van die drie disciplines wat jouw voorkeur is? Nee, het is alle drie even. Ja, het is al. En je tactiek er daarop uit moet stippelen. Je hebt de snelheid en de valbeweging van de baan. Een veldrijden heeft een charme dat het zo kort en exclusief is. Dat je elke week een andere ondergrond hebt. En dat je zelfs in een wedstrijd dat het parcours nog verandert. En dat je daarop moet anticiperen. Nou, en op de weg heb je natuurlijk het prachtige ploegenspel en de verschillende onderdelen op de weg ook nog met de tijdrit, met de bergen. En als je dat allemaal combineert, dan blijft het steeds leuker en dan blijft het steeds nieuwer. Zo wil ik dus mee met Jan over de muur van de muur. Ja, ja. Dit is niet de muur van de muur. Nee, dit is veel in de kap. Ja, dit is een hoogrijd. Ja, maar goed, ik neem maar wel echt niet. Ja, dat maakt het niet uit. Het is allemaal hetzelfde beeld, alleen ik ga het daar omhoog in de zitpak. Maar het geen overig kan verder. Ik merk aan de opmerkingen hier aan dezelfde muur van hoe je is een kwel. Ja. Niet te beschrijven. Nee, het is een bult, het is zo'n bult. Het is gewoon, ja, het heet niet niks de muur, het is gewoon een muur. En je moet maar zien, je begint aan de voet en je moet zien hoe je boven komt. En dat is niet echt fietsend, dat is gewoon klauterend eigenlijk. Het wordt in die toon. En heel veel mensen die voordien wisten, ik kwam hier. En dan gaat er bijkans een heilige huiver van Jan de Vos. En de zelfs, en daar komt het. Dat straalt er nog een beetje bijna van, wil je het om je buurten? Ik wel, ja. Goed, hè. Dus dat wil zeggen, maar kun je een stap verder maken? Kun je er wel mee? Nee, dat snap ik niet helemaal, nee. Want ik doe ook maar gewoon een beetje fietsen natuurlijk. Ja, natuurlijk doe je heel erg je best en win je daar altijd de prijs mee. Maar het is moeilijk te beseffen dat mensen daar zo tegenaan kijken. Natuurlijk, ik had dat toen ik klein was, dat vond ik ook met mijn handtekeningboekjes. Al die renners achter gaan, dat vond ik geweldig. En nu komen ze bij mij handtekening vragen en dat is toch op een of andere manier heel raar als mensen daar blij worden. Maar aan de andere kant, ik heb het zelf ook gedaan, dus ik kan me er wel een klein beetje in mee. Ja, ik vind het al een bijzondere eer dat je hier bent met de figuur die afgekocht van Richard en van Henk en Rini Wachtmans hier straks had. Ja, dat is een bijzondere eer dat die de moeite wil nemen hier naartoe te komen, met zo'n rijke palmares. Ja, dan voel ik me eigen en niet alleen heel erg vreselijk. Ja, dat is gewoon gezellig, hè. Dat doen we gewoon. Ja. Vind je dat vrouwen wielrennen te weinig aandacht, hè? Vind ik dat. Nou, krijg wel weinig aandacht, denk ik. Ja, dus, en nou heb ik niks te klagen, want nou ben ik een van de weinigen die wel behoorlijk wat aandacht krijgt. Dus, en goed, ik zit ook niet per se om aandacht verlegen. Maar het zou wel beter zijn als het vrouwenwielrennen in het algemeen wat meer aandacht zou krijgen. En
niet omdat wij nou zo graag op tv willen of zo, maar omdat het dan wel verder kan professionaliseren en verder kan groeien. Dus Orton, omdat we dan ook sponsors meer interesse kan tonen en dat je dan een bredere aanwas krijgt en uiteindelijk ook een bredere top. En natuurlijk groeit de sport nu ook wel, maar het zou er wel aan helpen als iets meer op in de media zou komen of iets meer aandacht zou krijgen. Ik vind het ook wel erg op. Nou, het is wel jammer dat bij ons alleen bijvoorbeeld eigenlijk alleen de Olympische Spelen en de wereldkampioenschappen tellen. Terwijl wij ook, natuurlijk de laatste pijl, dat weten de mensen ook nog wel, de Ronde van Vlaanderen, maar waar hij ook in Frankrijk een hele mooie teamdaagde en waar hij ook de Giro d'Italia. En dat wordt gewoon ook vanaf start tot finish vol ingeknald. Natuurlijk hebben we daar onderling en daar hebben we prachtige verhalen over. Hè? Die worden ook steeds sterker natuurlijk. Dus in het peloton zijn die verhalen geweldig, maar niemand daarbuiten kent ze. Dus wij hebben onze eigen heroïek en die proberen we dan met z'n allen maar in stand te houden. Het woord sponsor is net gevallen. Hoe is het daarmee? Ja, hoe is het daarmee? Ja, de sponsor inderdaad was failliet te bezoeken. We zijn op zoek naar een nieuw. En er is nog niks. Nee, het duurt inderdaad allemaal wat langer dan ik had gehoopt, maar er is nog geen licht. Maar gelukkig zijn er nog wel kandidaten, dus we hopen er toch binnenkort wel een keer uit te zijn. Het gaat toch snel op tijd richting januari. Ja, maar je hebt al een nieuwe ploeg. Ja. Dat geeft al een heleboel rust dat in ieder geval goed staat. Je bent er wel meer nieuwsgierig. Ja. Denk je. Ja. Nou, het is... Jeroen is gewoon ontzettend gedreven en gepassioneerd op wielrennen. Hij brengt natuurlijk zo'n berg aan ervaring mee, die hij aan ons over kan brengen. En ik denk, ja, ik ben er wel heel blij mee dat Jeroen volgend jaar bij ons in de auto zit. Goed zo. Stel, maar dat is in de verre toekomst, want je wilt heel lang blijven wielrennen als je er dan weer stopt. Zijn er dan ambities wat je wilt gaan doen? Nou, je bent wel aan het studeren, heb ik begrepen. Ja. Is fascinerend. Nu is het psychologie, zeg ik dat? Psychologie, ja. Niet voor die spelletjes, of voor die chat, maar dat ben ik al niet zo goed in. dat probeer ik inderdaad te studeren. Valt niet mee, want ik ben er 2 jaar uit geweest en om dan weer te gaan studeren, dat is toch wel lastig. Maar wie weet kan ik daarover... Ja, of die niets mee gaan doen. Maar ik heb nog niet echt plannen gemaakt. Ik wil eerst genieten van het fietsen. En je weet nooit hoe lang dat kan of hoe lang je dat volhoudt. En dus ik ga dat niet plannen. Moet er wel veel voor doen, hè? Niet? Of ja. Moet jij niet zoveel doen? Het is jouw aangeboren. Nee. Je bent een talentje. Nou, natuurlijk. Als je bij de top hoort, dan heb je een zeker talent. Maar natuurlijk moet iedereen moet er veel voor doen. En je moet het op jouw specifieke manier moet je zorgen dat je het beste bent. En je moet er dan inderdaad moet je er, veel voor doen en ook veel voor laten soms. Nou, Leo Tiel van Moors bijvoorbeeld, dat was bekend. Dat was toch gewoon van het Piet Alpien. Die deed werkelijk alles, maar dan echt alles. Ja. Is dat bij jou ook het geval? Nou, ik heb wel een beetje ander karakter en ik moet ook wel anders voorbereiden om top te zijn. Maar goed, iedereen heeft op zijn eigen manier moet er vol voor gaan. En ik ga er ook wel in training op volle bak voor. En soms is dat wel eens lastig en soms denk je ook wel eens, vandaag een keer even niet. Maar meestal ga je toch gewoon met veel plezier op de fiets. En je weet ook waar je het voor doet. En op zo'n moment dat doe je graag een keer nog een trapje extra in de training. Als je dat nog een keer mee wil maken. Dus, dan wordt het eigenlijk allemaal wel eenvoudig. Het is ook gewoon een heel mooi leven als je kunt fietsen. Als je elke dag gewoon een fiets mag stappen terwijl je langs de file afrijdt. Die mensen die naar de werk gaan of van de werk terugkomen. En jij zit op je fiets, dan is het ineens toch ineens een minder grote straf. Maar Jan, er waren nog een heleboel vragen die ik meer zou willen stellen. Maar ik moet even naar de regisseur of vragen. Nou, zitten we nou binnen de tijdbestek? Hij schudt uit. Nee, ik zal niet meer werken. Maar Jan, ik wil het hebben. Jan, maar Jan moet steeds. Maar hier op zich. Straks zeggen ze, ja, dat was echt een meid om op te eten.
Ja, dat kan ja, ook. Dus ik heb inderdaad mijn tanden in mezelf straks. Maar ja, nee, het is mooi. Mooi, ja. Ja, mooi. Ik vind het ook mooi. Ja, hey, Marjan, mag ik afsluiten met jou bijzonder hartelijk bedankt voor jouw komst. Het was ons een erg groot deel aan de mening terecht. En ik wens jou heel veel succes in het huurleven en in het verder leven ook heel veel liefde, geluk en gezondheid. Marjan, bedankt.